fluim houdt lekker voet bij stuk, hè? Die voet van mij, de monstervoet. Die wil ik ook. Oh. Ik wil het, ik wil het, dus geef het aan mijn vrouw. Ik wil het, ik wil het. Die wil ik ook. Hey jongens, Koskonen hier voor die wil ik ook. Met speelgoed voor iedereen. Ik wil het, dus geef het aan mijn vrouw. Ik wil het, die wil ik ook. Nou, wat is die mega groot, zeg? Oh, die winkel heeft vast kung fu de vuist. Ze hebben alles voor iedereen. Tommy, speelgoed, waarom? Joh, die zijn te gek, je kunt ze sparen. Ja, of ermee spelen, wat de bedoeling is. Mag Robot Boy speelgoed? Tuurlijk. Gaan we meteen even binnenkijken. Wow. Wow. De slijmjurk. Je zegt hem gewoon hoe je heet. Gusman. En dan doet de slijmjurk de rest. Jij bent cool. Gusman. Hij wordt van mij. Oh, leen mij even wat. Ik heb even niks. Ja, maar dan kan ik niks meer kopen voor Robotboy. Bedankt. Oh, volgende keer iets voor jou, Ro. Zodra ik mijn geld terug heb. Ja, maak je maar geen zorgen. Allemaal een heel groot applaus voor Gusman. Ik heb papieren hoor, kijk maar. Ik heb niks gedaan. Dat zullen we nog wel eens zien. Oké, Tommy, ben jij een echte winkeldief? Gus, ik heb niks gestolen. Verdachte meteen grondig, secuur fouilleren, meneer de agent. Hij is de allerleukste thuis. En zijn naam is Gusman. Laat maar zien wat erin zit. Aha. Heb je een bond voor die robot? Ik had de robot... ik had die robotpop bij me toen ik... En jij nou speelgoed mee hierheen? Dat is een goeie, hè? Die moet ik onthouden voor je ouders. Je hebt ons zeer teleurgesteld. Maar waarom geloven jullie mij niet? Tommy, een bewaker geloof ik op zijn woord. Want die heeft een pet. Je blijft binnen. Een week. Maar ik deed het niet. Echt niet. Wie zijn billenbrand moet op de blaren zitten. Wat weet jij daar nou van? Meer dan genoeg, krentenkop. Ik zit 2 weken voor met mijn raak. Maar het was het waard. Ach, laat me met rust, man. Maar statistisch gezien zijn er per hoofdstad meer overvallers dan... Gewoon een beetje suiker en een beetje rode... Hoe krijg ik Robotboy nou terug? Voordat iemand hem ziet. En koopt. Kamikaze! Hij heeft Robotboy! Constantin, geef me die Kazi-batterijen. Met die Kazi-batterijen erin omzeil ik zijn besturingssysteem en wordt hij mijn meest waakzame slaaf. En stop met springen! Zo blijf ik geloofwaardig, baas. Ik moest wel flink oefenen met die pootjes. Oh, oh.
moet hier echt wegwezen. Weinig kans, mafkees. Dat is nog niemand gelukt. Niet zonder hulp. Jij hebt wel lef, hoor. Voor een watje ben je wel oké. Hé, kom terug, jij! Kom terug, jij! Of, je blijft hier! Ongelooflijk! Hij is gedeactiveerd. Dan heeft Kamikaze een omweg in zijn systeem gevonden. Kijk nou, Constantine. Een marionet en ik heb de touwtjes. Nu doet hij alles wat ik zeg. Ik ook. Ik wil dat hij als een konijntje springt. Constantine. Hou op! Robotboy is geen speelgoed, maar een machtig wapen dat mij de wereld macht brengt. We moeten hem stoppen. Help eens een handje, Gus. Haha! Gus is de man. Gus, man. Wat was dat? Zo zegt een lief konijn, weet ik niet, baas. Zou jij willen weten hoe een konijn zegt? Ik heb toch zo'n afgrijzelijke pijn! Ga nu kijken wie dat geluid maakte! Constantine! Meer. Niet leuk. We gaan naar huis. Ik
denk dat ik voorlopig wel binnen blijf. Niet doodgaan hoor. Gusman kan toch niet zonder slijmjurk. Mam, Kamikaze verpest ook alles. Kamikaze? Waar is die naartoe? Schiet op, angsthaas! Met die tempo komen wij toch nooit thuis!